Pauzetje. Dan kan de jury even wat. Als de jury weer plaats wil nemen. Ik heb al plaats genomen, joh. Willem wordt wakker. Wakker worden. Dan gaan we door met de volgende kandidaat. Hij staat al klaar. Maar ja, we doen dat met hem gewoon heel anders. Ik start de band en dan mag hij gelijk komen. Bij het volgende nummer stel ik hem wel voor. Herinneren u zich deze dag? People are strange when you're a stranger. Faces are ugly when you're alone. Women are wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange. Are uneven when you're down. When you're straight, faces come out of the rain. When you're straight, no one remembers your name. When you're straight, when you're straight, when you're straight. When you're straight, faces come out of the rain. When you're straight, no one remembers your name. When you're straight, when you're straight, when you're straight. Hey, boss, doe je nou weer af? Nou, dat was in ieder geval plaats. Maar je was wel opgeknapt net, vond ik. Nou, volgende nummertje.
Originaliteitsprijs, die had je sowieso gewonnen natuurlijk, hè? Dat hadden we zeker niet verwacht. Kippenvel. Ja, kippenvel. Het is, ja. Eerste nummer, hartstikke leuk. Tweede nummer is voor een hoop mensen onbekend. Dus dat is altijd iets moeilijk te begrijpen. Ja, wij hebben er vaker van je gehoord natuurlijk, maar... Ligt een beetje aan de leeftijd misschien. Ja, ook, ook, ook. Ben ik denk helemaal... dat een hoop mensen wel kennen hoor. Ja, oké. Okay. Ja, wij kennen hem ook. Maar het is, ja, gewoon, je hebt het hartstikke leuk gedaan. En ik zeg voor originaliteit, ja, een 8. Ik geef hem door. Ja, ik zat ook al met Tony net al van, nou, originaliteitsprijs, als die er zou zijn, had je hem verdiend. Ja. Sowieso. Maar ja, we hebben hem nu, helaas. Helaas. Misschien volgende keer beter, maar ja, je hebt het ja, weer heel erg leuk gedaan. Je hebt het weer heel erg leuk neergezet. En ja, de tweede nummer ineens is lekker rustig. En ineens, kabam, hoppa, ik gooi hem er even doorheen, weet je wel. Ja, je, maar al met al, je hebt het heel leuk gedaan. Ik ben benieuwd wat je derde nummer is, eigenlijk, wat je gaat doen. Maar moet je nog even in spanning laten houden. Geef me even door aan Willem. Dat is waarschijnlijk je originaliteitsprijs, denk ik, dat biertje. Hé, hey, dankjewel. Ja, ik vind het wel... ja, origineel. Origineel is het zeker, Bas. Origineel is het zeker. Ja, je mag rustig... Ik lul wel, hè, maakt mij niet uit. Ja, ik ben niet anders gewend van je. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is mijn vak, hè, een beetje... Ja, een beetje... Het is origineel. Volgens mij doe je veel karaoke, of kan dat... Kan het ook mis hebben? Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Maar dat hoor je wel. Dat hoor je wel een beetje, vind ik. Is dat positief of negatief? Nee, dat is helemaal niet negatief. Ik bedoel, maar je hoort gewoon dat je normaal gesproken je tekst opleest. Okay.
Dat ja, hoor je, dat hoor je. Dat doe ik ook een beetje in mijn hoofd, dat klopt. Ja, nee, ja. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik vind het wel heel origineel toen je opkwam. Want ik denk, kom daar nou binnen, joh. IJsberen! Ja, ik denk, wat het ook wordt, als ik in ieder geval dan die indruk heb achtergelaten, dan hebben we dat vast gehad. Dat is het. Maar het was wel leuk. Hoezo, wat doe jij daar alle countryboy?